Suriname heeft jarenlang verzuimd om te voldoen aan haar betalingsverplichting bij de CARICOM. Dit zei minister Albert Ramdien van minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vandaag, voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De bewindsman stelt dat dit slechts één van de gevallen is wat betreft contributie aan organisaties. We hebben veel schulden, dus af en toe krijg je dat je goedkeuring moet verlenen aan schuldbetaling aan organisaties die jarenlang geen geld hebben ontvangen. Bijvoorbeeld, we hebben 8 miljoen schuld opgebouwd bij CARICOM secretariaat. Ik vind dat zeer ernstig, omdat het is de regionale organisatie. We zijn er lid van, maar er is voor lange tijd geen contributie betaald. En de president gaat binnenkort voorzitter zijn vanaf 1 juni 2022. Dus het staat niet mooi eigenlijk. Ramdien zegt dat het niet goed is voor de Surinaamse diplomatieke reputatie dat ons land voorkomt op black of grey listing. De bewindsman geeft aan dat de voorbereidingen van de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, op 22 december zo goed als afgerond zijn. Vandaag was de deadline om de nodige documenten in te dienen bij het IMF. Uiteindelijk, op tijd toch wel, zijn beide landen akkoord gegaan. Het zogenaamde consent letter, toestemmingsletter, brief. Dus vandaag was eigenlijk de deadline om alle documenten in te dienen. Dus alles is op de rails op 22 december. Persoonlijk denk ik dat het meer een kwestie is van formaliteit. Omdat er zoveel voorbereidingen vooraf gaan. Je overlegt, je gaat achter de schermen praten met de mensen. Als er iets nog fout was, hadden we het wel geweten. Maar, dat wil ik wel zeggen, we zijn gisteren als regering bijgekomen om te praten over, oké, als het goedgekeurd is, hoe goed is onze voorbereiding naar de uitvoering? En daar zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. Het hele schema, want we gaan elke 3 maanden gemonitord moeten worden en die evaluatie gaat gemaakt moeten worden. Minister Albert Ramdien gaf aan dat op de regeringsraad een aantal zaken zouden worden besproken. Volgens de bewindsman is het de bedoeling dat ons land nu gaat klimmen op de economische ranglijsten, omdat we uit een diep economisch dal komen.